Een hele goede morgen, leuk ding. En ik ben Zorgwets. En wat ga jij vandaag doen? Niks. Oh. Ik ga aan het werk en volgens mij moet ik samen met een andere jongen airco plaatsen. Dus ik ben benieuwd. Het regent knetterend. Dion. Dion. Welke jongen? Dion heet hij. Dus ik ga die kant op, anders ben ik te laat. Let's go. We zijn hier op het openluchtzwembad Dakkie. We hebben hier heel veel water. En aircootje staat. Het buisje gaat naar binnen. En dan gaan we nog even verder en dan zijn we klaar. Wel een mooie locatie is dat. Precies allemaal oude huizen te zien. Chico, where are you doing? Ga een hondje even uitlaten, Kiki Mia. Nog niet. Oh? Chico is net een beetje dol, hè? Kiki Mia ook een beetje dol. Jij ook een beetje dol. Jij ook een beetje dol. Ik ben ook dol. Er liggen allemaal plukken haar voor jou hier op de grond. Wat doet Chico Draak. Dan? Wat doet Chico dan? Nou, Chico die verhaart nou een beetje omdat het warmer wordt. Dan gaat hij helemaal verharen. Hé? Ja. Mag je binnenkort weer naar Charlotte, hè? Ja, dan word je lekker kort geknipt. Ja. Krijg je Chico. Chico. Zachtjes, hè? Ah, Chico. Doe zachtjes. Chico. Hey nou. Ik heb jou. Nou, ga ze maar even uitlaten. Gaan we daarna boodschappen doen, hè? Ik heb jou. Boefie. Als je mij leek, dan maak ik je. Dan wil je niet aan zijn haren trekken, hè? Wat doet ze nou? Zit je te plagen, Chico? Oh, hij denkt doei. Chico gaat zo naar beneden. Nou, wij gaan ze even uitlaten. En ik heb even boodschappen gedaan. We hebben wc-papier gehaald. Oh, Kiki heeft een heel leuk spelletje bedacht, hè Kiki? Ja. Nou, laat even zien dan. Deze. Daar. De wc-papier toch. En nu? 1, 2. Bijna. Nog een keer. 1, 2. Hey! Oh, gevangen. Nog een keer? Ja, nu ga je ze erin doen, toch? Nee. Nou, niet? Beneden nee. Heb je dat al heel goed gedaan. Nou, nee. Mama gaat even boodschappen opruimen. Kom de auto's uit. Lekker pakkie. Lekker pakkie. Lekker pakkie wel. Hey. Wij zitten in de auto en we zijn onderweg naar de... Tuinland. Tuinland. Maar waar zijn we nog niet de hele dag geweest? Nee. Nee. Het is al 4:30. Maar ik wil even een paar dingetjes halen en ik wil even iets halen. Van die zeepjes of zo. Voor in de dingen. In de badkamer en in de wc. Dus dat gaan we nou eventjes halen. Hé, Kiki Mia. Nou, en we nemen jullie gezellig mee. Niet normaal. Angelina is al heel moe, denk ik. Ze is net sinds een week heeft ze een slaapje eraf. Maar Jamie zegt, ik maak haar wel even wakker. Hoe fit gaan, Jamie? Ze
slaap gewoon verder. Je slaapt gewoon verder. Oké. Okay. We gaan gewoon met Angelina zo. Slaap lekker, Angelina. Doet ze nou, Kiki Mia? Wat een kind, jongen. Heb je ooit zo'n kind gezien? Wat heb je daar? Jij en die geluidjes? Yes, en we zijn weer in de badkamer. We hebben de boel al bijna hangen. We moesten een spiegelkastje opvangen. Daar komt er nog een. Een kastje opvangen. En wat bakjes opvangen. Maar zijn laten we. Yes, aircootje hangt weer. Wat een pokken weer vandaag. Maar doe maar, doe je niks aan. Dus klant blij. Ik ook blij dat ik weer weg was. Ik heb een bak koepijn. Niet normaal. Vanochtend ging het op zich nog wel een beetje op mij, maar het knalt me nu weer de hersenpan uit. Dus we gaan nog even een doktertje bellen van wat ze ermee kunnen, want het gaat helemaal nergens over. Maar we gaan eerst even naar de zaak, even troepjes eruit gooien en dan zien we nog wel eventjes wat de bedoeling is. Dus let's go. Inmiddels zijn we thuis, badkamertje mooi geworden, de klant was helemaal blij. En Kiki, Rens is even lekker aan het koken. Laat zijn dat we honger hebben. Kiki wil even naar de muur kijken die ik gisteren gestuukt heb, hè? Ja. Deze muur moet nog. Deze plaat heb ik er tegenaan gezet, zodat ik het gat wat hier zo helemaal loopt, dicht heb. En dan kon ik hem aan de andere kant kon ik hem dicht. Mam, dicht papa, maken. Dit is toch nog nat? Ja, maar hier zit de schakelaar achter. Dus je moet papa straks een gaatje maken en dan kan daar de schakelaar weer. Is dit nog nat? Kijk, en dit is nog nat, maar hier zit het hele grote gat, hè? Dit is toch niet nat? Ja, hij is ook nog een beetje nat. Dus hij is mooi aan het opdrogen. Perfect. En daar zat de schakelaar en daar zat het gat. Dus ik moet zeggen, ik ben voor de eerste keer dat ik gestuukt heb, moet ik zeggen, hij is echt lekker glad. Alleen het enige wat ik heb is hier een klein puntje. Nou, dat als dat het moet wezen. We moeten nog opdrogen. Ja, moet papa alle muren stukken hier? Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Dus het is hier echt, hier zit de kat nu, maar het is echt even een pakruimte geworden. Mm. Wat zit hier achter? De trap. Of de muur. De gouden muur zit hier achter. Nou, ik wil dat zien. Nou, het was hetzelfde als deze muur. Dit moet toch ook geschilderd worden? Deze, papa gaat deze muur ook stukken. Denk ik. Dan ben ik in één keer van de kleur af. Dus het is, ik vind dat het me best goed is afgegaan. Zullen we lekker naar beneden gaan? Jullie dan nog niet gezien? Nee. Zullen we lekker naar beneden gaan, schatje? Hé? Hey? Maar die moet toch nog eraf? Ja, dat moet er nog af. Want dan krijgen we wel ruzie met mama. Ja, hè? Dus hey, maar, ik moet straks naar de kapper. Super tof, ik zit in de auto. Want ik moet naar het kappertje. Dus ik was eigenlijk vandaag bezig met stukken, maar kapper kwam even tussendoor. Dat was ik even vergeten. Dus we gaan even de haartjes laten kort winnen. Oh, gordeltje om. En dan ga ik eens even kijken of ik thuis nog wat ga doen of gewoon niet. Dat zien we nog even. Het is me net hoe lang bij de kapper wordt. We zijn er bijna. Het is dichtbij. Dus tot zo. Yes, we zijn weer in de auto. Knetter druk bij de kapper. En de voetbal stond knetterhard aan. Dus ik heb niks gefilmd bij de kapper. Oh, voordat het haartjes weer lekker strak. En op naar huis. Best op tijd thuis. Ik denk dat ik een uurtje bij de kapper ben geweest. Dus 7:15. Dus nog tijd genoeg om iets leuks te doen. Als dat kalde was vroeger bij sliep. De dochter van Jamie,
Dus Angelina is vanavond volgens mij bij ons. Jamie moest weg of zo. Dus ik heb allemaal geen idee, dus we gaan het even zien. En ik ben nu inmiddels alweer thuis. Wil jij aan de doen? Waar is Angelina nou? Angelina nou? Waar ben je nou? Zachtjes, Angelina. Kikkeboe. Poefie. Kikkeboe. Ik heb inmiddels wel twee gaatjes geboord, want we gaan dit houdertje ophangen. En dit is dit houdertje. Die is voor de tandenborstels. Dus die gaan we even ophangen. En dan gaan we zo even de tandenborstels erin zetten. Tandenborstel. 1. Oh nee, dit. Oh, nu ben ik autistisch. Hoezo? Rens. Stef, dank je. Stef. Nee. Ja. Nee. Oh, ja, zo? Nee. Ja, zeg maar ja. Die. Ja. Daar. En die. Die moet daar. Die, oh, je bent hetzelfde als je moeder, hè? Zo? Ja. Nee, nee. Deze, die hoort daar. En die. Deze hoort daar. Hoe papa het net had. Moet die van jou in het midden? Nee. Chico! Zo. Chico! Kijk hem hier, kom eens hier. Oké, nou, dus dit is het. Een of ander blokje dat schijnt vocht op te nemen of zo. Ik heb geen idee, dus... Anders krijg je niet zo'n witte kringen. Kiki, kom eens hier. Oh, ze krijgt van die witte tandenborstelkringen. Ja. Oké. Okay. Nou, een mooi verhaal. Dus dit is klaar. Ik liep net naar buiten. Het vloog in een vogeltje weg. Weer onder ons overkappertje bij de voordeur. Ik zeg, nee, als een vogeltje zat er weer. Want laatst in een vogeltje onder het overkappertje. Toen rennen ze, nou ja, als hij er morgen nog zit, of hij ligt hier op de grond dood, wil je hem dan oprapen? Vogeltje was weg. Dus ik ging net naar buiten, vogeltje vloog weg. Hij zit er. Kom, we gaan even kijken. Daar zit hij. Schattig, hè? Daar zit hij dan de hele tijd. Te chillen. En als ze de deur open doen, vliegt hij weg. Dus ik laat mooi de deur dicht. Schatje, we hebben een huismusje. Weet ik niet. Ik heb er geen verstand van. Of zou ik een vogelkooitje kopen? Kan die bij ons thuis? Hou even gauw op, ze vogel moet niet in de kooi. Oh. Misschien kun je hem ook van hier zien. Nee, van hier kun je hem niet zien. Dus wij zijn even tv aan het kijken. En we waren Ewout aan het kijken in Rotterdam. En wat zijn we nu aan het kijken? Nog steeds? Ja, bureau. Bureau Halt of zo. Nee, bureau Ewout, weet ik veel. Dat. Nee, bureau Rotterdam. Bureau Rotterdam, dat is het. Dus wij gaan nog even verder kijken. Yes, dat was hem weer voor vandaag. Ik heb de vlog weer in elkaar zetten. Jamie is nu Angelina aan het ophalen. Angelina die slaapt nog, dus ik moet een beetje zeggen. Ja. Ik ga de vlog afsluiten, want ik ga lekker naar bed. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Dus ik zeg, like en abonneer. Tot de volgende keer. Later. Ja.